ben Tijma, ik ben 7 jaar. Ik ben spelen bij Ajax onder 8. Bij het toernooi die ik eigenlijk het toernooi. Maar toen was ik nog 6. Toen met het team van AFC mocht ik meedoen met het toernooi. En toen kreeg papa eigenlijk te horen dat ik de prijs had gewonnen van de beste speler. Maar dat wist ik dus helemaal nog niet. En toen bij de prijsuitreiking kwam ik het te horen. En zo ben ik eigenlijk een beetje bij Ajax gekomen. Dat is heel gezellig en we voetballen heel vaak. Dat is een goede club en ik vind voetbal heel leuk. Het is eigenlijk mijn droom om bij Ajax te spelen. Valentijn is echt enorm energiek, vrolijk mannetje. Heel lief voor anderen en ja, onwijs begaan met anderen altijd. Ja, hij heeft een enorme drive om alles heel goed te willen doen. En ja, hij wil eigenlijk overal het allerbeste in zijn en winnen. Dat zit er gewoon, dat zit echt gewoon in bij hem. Het leukste om te doen vind ik voetballen. Met vriendjes samen spelen en met papa knuffelen. Bij Ajax train je eigenlijk echt veel meer en veel langer. Leuk, maar ook wel heel vermoeiend, want we komen echt heel laat thuis. Hebben de anderen al gegeten en gedoucht. En dan zit ik nog te eten. Valentijn is een leuk praatjesmaker. Een leuke babbel in de groep heeft hij. Hij is een beetje de sfeermaker, heb je toch nodig in het team. En een lekker linkspootje. Kan lekker passeren, lekker schieten. Bij de training moeten ze het zelf doen. Alleen, ze hebben nog niet de kracht om hem vast te maken. Dus ja, dat doe ik ook. Zeker met wedstrijden, anders dan lopen ze de hele tijd met losse veters. Het eerste wat ik probeer bij te brengen is denk ik wel sowieso dat ze goed met elkaar moeten omgaan. Dus dat ze elkaar helpen, maar ook daar waar nodig elkaar corrigeren en complimenteren. Dus eigenlijk de basisdingen van hoe je met elkaar omgaat vind ik heel belangrijk. En daarnaast, er wordt gewoon minder straatvoetbal gespeeld de laatste tijd. Dus dat ze thuis heel veel gaan oefenen. En dat ze hier op de club lekker plezier maken met elkaar en zo goed mogelijk hun best doen. Maar thuis juist heel veel uren erin steken, zodat hun niveau snel omhoog gaat. Ja, en verantwoordelijk zijn voor je eigen ontwikkeling. En dat begint eigenlijk al met je eigen tasje inpakken. Dat kunnen zij zelf al. Vandaag hebben we een mooi toernooi, of niet? Ja! Elk toernooi spelen wij om te winnen bij Ajax natuurlijk. Met mooi voetbal, dat is eigenlijk wat we het allerliefst willen. Die combinatie, en als het mooi voetbal even niet lukt, ja, dan gaan we voor het winnen natuurlijk. Overal op het veld houdt hij zich wel bezig, dus zowel in het aanvallen als het verdedigen. In het verdedigen probeert hij overal de bal af te pakken. En in het aanvallen is hij eigenlijk heel veel aan het vragen om de bal als hij hem niet heeft. Wat heel veel jongetjes op deze leeftijd doen. Ook op het moment soms dat ze hem niet kunnen vragen, dat is eigenlijk wel geinig. En een lekker voetballetje. Valentijn vindt het helemaal fantastisch. Sinds hij met die bal in de weer is, is Ajax gewoon een droom voor hem. Dus... ja, van het moment dat hij hoorde dat hij bij Ajax mocht voetballen, had hij echt iets van: mama, het eerste deel van mijn droom is gewoon nu uitgekomen. Dit is helemaal te gek. En ja, toen was het niet meer te stoppen natuurlijk. Ja, zo trots was hij wel. Iedereen heeft gewoon één doel en dat is die kinderen zo goed mogelijk begeleiden. En het doel is gewoon om profvoetballer te worden. En of het gehaald wordt, dat weten we natuurlijk niet. Maar het doel is daar. En dat wordt ook echt vanaf moment 1 ook echt duidelijk. Van, je bent hier niet om zomaar een beetje potje te voetballen. Nee, het doel is gewoon om profvoetballer te worden. Ik kijk heel erg naar de talenten. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Dat een jongetje van zichzelf ook weet, oké. Daar ben ik goed in en daarom speel ik bij Ajax. En dat wil ik elke wedstrijd laten zien. Daarnaast bij de onder 8 ja, ga je alle onderdelen van het voetbal natuurlijk, laat je ze kennis meemaken. We hebben nog geen positie, maar
Meestal sta ik linksback, maar ik wil heel graag in de spits. Ik probeer ook allebei de kwaliteiten te stimuleren, dus wel de aanvallende en de verdedigende. En wat hij later wordt precies, ja, dat durf ik nog niet precies te zeggen. Wat ik wel denk is dat hij aan de linkerkant komt te spelen. Goed gecoacht, Tieners. Naar de andere kant spelen, roep ik hem. Want dan spelen we eigenlijk allemaal aan die kant. Maar er staat er eentje van ons hier alleen. En dan spelen we hier heel veel over. En dan schieten we naar die kant. En die kan gewoon heel snel dribbelen en scoren. En als het heel makkelijk is om een actie te maken, zeg ik ook, maak een actie. Of als die moet pasen, paas. Kijk naar de bal, kijk naar de bal. Mannen, we gaan de halve finale spelen. Laat even zien hoe goed we zijn. Ja? Als we de bal niet hebben, gingen we met z'n allen vijveren. En als we hem wel hebben, gaan we heel veel... Groot pasen. Gewoon tiki-taki spelen. Kunnen we dat? Ja! Hebben we er zin in? Ja! Het wordt nu leuk. Het wordt nu leuk. Ik ben eigenlijk wel heel erg tevreden. Wat ik het mooiste vond eraan is dat jongens op deze leeftijd, die hebben natuurlijk niet een heel hoog concentratievermogen. Maar er stonden zo 50 tot 80 mensen misschien wel langs de kant. Ja, en dan zie je ze zo gefocust zijn en dan zie je zo mooi wat ze goed kunnen. Het was wel met heel veel mensen. Dus dat vond ik wel een beetje spannend. En... het ging eigenlijk ook wel heel goed. We hadden goed overgespeeld. En hij vond het wel heel goed dat we de finale hebben gehaald en hebben gewonnen. We hebben dan een beker. Eigenlijk de grootste beker die ik heb. Nou, die het team heeft. Dit is ook onze eerste beker. Ha 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 ha!